mensen, toch jullie kijken naar Pyroteam.nl. Ik ga vandaag aansteekcollectie en categorie 1 collectie laten zien. Hier hebben we een soort van rare sterretjes. Zijn wel grappig om er even bij te hebben. Hier hebben we grote ijsfonteinen. Moet je hier gewoon aansteken. Er zit geen lont bij ofzo. Grote ijsfonteintjes. Dan gaan we nu naar de aansteker. Koop je gadget. Mooi dingetje, je kan hem ook van vlam bestellen. Normale vlam. Not zo. Mooi dingetje, ik ben er wel blij mee. Hier hebben we de gasbrander van de Jumbo. Ik heb hem al een jaartje zoiets. Doet wel fijn dingetje. Hier komen we aan, hebben we grondbloemen. Heb ik vandaag gehaald. Vandaag ga ik vuurwerk ophalen, dus je zat. Heb erbij gehaald, heb ik 3 pakken van. Altijd fijn om te hebben, projectjes mee te doen. We hebben hier de ratelinten van de Aldi. Het zijn hele fijne ratelinten, knallen best lang. Ja, knetteren dan. Het zijn fijne dingen. Zit zo'n categorie 1, dus is altijd mooi. We hebben hier superfonteinen van de Aldi. Mooie fonteintjes, altijd leuk om de avond een beetje af te steken. We hebben hier de powerfonteinen. Zijn mooie fonteintjes, ook om in de avond gewoon af te steken en zo. Ik vind het altijd wel mooi en leuk. Dan hebben we hier de hyperfontein. Zijn wel grappig, een beetje om mee te kloten, dat is altijd leuk. Dan hebben we hier 2 de glitters. Ik heb deze van vorig jaar, deze afstuk, maar ik weet niet meer hoe die gaan. Het is gewoon een beetje leuk om overdag een beetje mee te kloten. 2 zakjes van. Dan komen we nu aan bij de knetterballen. 2 pakken van. Ik heb nog een pak, maar die heb ik al helemaal uit het doosje gehaald. Hele fijne knetterballen. Goed afgewerkt. Alleen daar zit nou geen. Wacht. Het jammer is, er zitten nou geen balletjes meer in. Dus nou heb je zo'n, hier, kijk. Dan heb je zo'n ding. En ik wou eigenlijk dit jaar met deze dingen, met die balletjes, projectjes gaan maken voor Thunder Kings. Maar dat kan nou niet meer. Vind ik wel heel jammer. Maar daar heb ik dus ook 2 pakken van. Dan gaan we nu door naar de knetterfonteinen. Dat zijn mooie fonteintjes, knetteren lekker lang. En van tevoren ook weer mooi gedaan. Het is gewoon leuk om erbij te hebben. Nou, dit was dan mijn categorie 1 collectie 2017-2018. Wat jullie dit een leuke collectie vonden. Mooi om te hebben. En dan zie ik jullie bij de volgende video met kat 2 collectie. Later mensen.